De manier waarop de wereld werkt op het allerkleinste niveau is gewoon heel ingewikkeld. Maar het belangrijkste is, we begrijpen het wel als mensheid. Laten we van start gaan met, om te beginnen, Ivo van Vulpen. Ivo, het woord is aan jou. Ik wil jullie iets vertellen over de wereld van het allerkleinste. Een beetje een introductie. De eense dood is de andere brood. Dus hoewel Bonnie er niet kan zijn, betekent dat wij iets meer tijd hebben om voor onze verhalen. Dus dat geeft ons iets meer rust en lucht om wat dingen te vertellen. Ik wil jullie iets vertellen over de magie van het allerkleinste. Want dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Maar eigenlijk gaat het erom dat we eigenlijk bezig zijn om naar de natuur te kijken. We leven in een fantastisch heelal, waar van alles plaatsvindt. De mensen, de natuur, de sterren. En daar kan je van genieten, daar kan je rustig naar kijken. Maar je kan ook proberen om te kijken of je er wat van kan leren. Hier zou eigenlijk nog tekst moeten zijn, maar er gaat altijd wel wat mis. Dus het idee is, probeer nou eens naar de natuur te kijken. En probeer er nou eens achter te komen hoe dat werkt. Wat zit er eigenlijk in het heelal? Wat zijn nou eigenlijk de elementaire bouwsteentjes? En probeer zo langzaam erachter te komen waarom dingen werken zoals ze werken. Weet je, hoe kan het nou dat er überhaupt een heelal is? Waarom zit er wat in het heelal? Waarom wordt hij steeds groter? Dat zijn allemaal grote vragen die we proberen te ontdekken. En het mooie is, als je naar de natuur kijkt, of als je naar mensen kijkt, dan verhullen die niet hun eigen geheimen vanuit zichzelf. Ja? Dus je moet de natuur echt gaan ondervragen van hoe werk jij? Ja? Wat zijn de mechanismes die zorgen dat jij je gedraagt zoals je je gedraagt? En eigenlijk is dat best ingewikkeld. Ja, en het best te vergelijken met bijvoorbeeld schaken. Dat is een spelletje dat de meesten van ons wel kennen. Maar moet je nou eens voorstellen dat je de regels van het schaken zou moeten leren zonder dat iemand het je uitlegt. Ja, dus je mag wel kijken naar mensen die schaak spelen, maar je weet niet wat de regels zijn. Je moet gewoon door te kijken naar het spelletje proberen langzaam achter die regels te komen. Nou, dat is ongelooflijk ingewikkeld, maar dat is wel te doen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij met de natuur doen. We kijken naar de natuur, kijken hoe de natuur zich gedraagt en langzaam proberen we achter die elementaire wetten te komen. Weet je, wat zijn nou de bouwsteentjes, de pionnetjes en waarom bewegen die nu op zich op een bepaalde manier? En dat doen we op allerlei verschillende manieren. Je hebt sociologen die kijken naar interacties tussen mensen, je hebt biologen die kijken naar het dierenrijk en je hebt gekke natuurkundigen die kijken naar de dode natuur. Ja? Wat zijn nou de elementaire bouwsteentjes van de natuur? En wat we doen is dat we steeds hebben geleerd om naar steeds kleinere en kleinere dingen te kijken. Ja, dus dat plaatje daar linksboven is bijvoorbeeld een mier van dichtbij bekijken. Nou, dat is iets wat je met je blote oog net wel of net niet zou kunnen zien. Maar je kan veel kleinere dingen kijken. En eigenlijk is het een fantastisch avontuur. Want op elk van die nieuwe niveaus waar we aanlanden, verandert de wereld de manier waarop we naar de wereld kijken. Bijvoorbeeld het DNA. Dat laat zien dat de taal waarin het leven geschreven is eigenlijk maar opgebouwd is uit een alfabet wat maar uit 4 letters bestaat. Ja, en uiteindelijk draagt dat hele genoom, het hele DNA in zich. Maar we kunnen nog veel kleiner. We hebben ontdekt wat de elementaire bouwsteentjes van alle materialen zijn. Hè, van goud of van zilver of van zuurstof, de atomen. En we zijn zelfs nog veel kleiner dat we zelfs de kern van atomen kunnen bekijken. En in elk van die niveaus hebben we fantastische nieuwe dingen geleerd. En uiteindelijk, ja, dit is natuurlijk een zoektocht van 100 jaar. En uiteindelijk is het ons gelukt om door te dringen tot de essentie. Ja? Dus wat zijn nou de elementaire bouwsteentjes van het heelal? En dat blijkt eigenlijk dat het hele heelal, dus alles wat er in het heelal zit, is eigenlijk maar opgebouwd uit 3 bouwsteentjes. Ja, best wel gek. 3 legoblokjes die eigenlijk het hele heelal opbouwen. En dat zijn 2 quarks, hè, het up- en het down-quark en een elektron. En waarom weet ik nou dat deze 3 deeltjes dan het hele heelal opbouwen? Nou, we hebben geleerd dat die quarks, die kan je op een bepaalde manier aan elkaar knopen, zodat ze kerndeeltjes maken, die deeltjes die in de atoomkern zitten. Ja, en als je daar wat elektronen eromheen doet, dan kan je atomen bouwen. Ja, dus als je een waterstofatoom wil bouwen, heb je 1 proton nodig en 1 elektron. Als je goud wil maken, ja, dan heb je 79 protonen nodig, iets van 100 neutronen, 79 elektronen eromheen en dan heb je goud. Ja, dus alle bouwstenen van de natuur zijn maar opgebouwd uit 3 bouwsteentjes. Maar wat blijkt, in die zoektocht blijkt dat er nog meer bouwsteentjes zijn.
Bouwsteentjes die niet nodig zijn om de natuur op te bouwen, maar die wel bestaan in de natuur. Dus elk van die deeltjes, ik ga het even niet over het neutrino-deeltjes hebben, maar die drie bouwsteentjes, die twee kwarks en dat elektron, die hebben allemaal nog een broertje en een zusje. Ja, dus het elektron heeft bijvoorbeeld een broertje, dat heet het muondeeltje. Nou, dat muondeeltje, daar heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Dat is niet zo gek, want een muondeeltje, als dat al gemaakt wordt, leeft het maar 2 miljoenste van een seconde. Ja, dus het is een wereld, die kunnen we maken. Ja, die kunnen we maken in deeltjesversnellers. Maar dat is een wereld die al gelijk weer verdwijnt. Dus we begrijpen niet zo goed waarom die deeltjes nodig zijn. Want eigenlijk zijn ze niet nodig om atomen te bouwen. Ja? Dus ik zal jullie proberen uit te leggen hoe we erachter zijn komen welke deeltjes er eigenlijk zijn in het standaardmodel. Wat zijn dan de bouwsteentjes? En ook belangrijk, hoe praten die deeltjes met elkaar? Hoe knopen ze aan elkaar? Hoe vallen ze weer uit elkaar? Hoe stoten ze elkaar af? Hoe trekken ze elkaar aan? Ja? Wat is de dynamiek? Nou, eigenlijk is het, als je kijkt naar de natuur, dan probeer je erachter te komen hoe dat werkt. Bijvoorbeeld als ik hier een stekkertje heb en ik laat hem heen en weer slingeren zo. Ja, dan gaat hij heel rustig slingeren. En dat weten we al honderden jaren hoe lang die erover gaat doen. Ja, dat is eigenlijk van een van onze grote Nederlandse helden, Christian Huygens. Die heeft geleerd, hoe beweegt dat slingertje nou? Wat is nou de dynamiek erachter? Ja, noemen we klassieke mechanica. Dat is de wereld om ons heen. En wat we ook geprobeerd hebben, is in die wereld van het allerkleinste te begrijpen, hoe werkt de natuur daar? Als je een elektron hebt, hoe draait die nou om een atoom heen? Hoe werkt dat? Nou, net als Christian zijn we ook aan de gang gegaan. Hè, wat is nou de essentie en hoe werkt dat? En uiteindelijk blijkt dat gewoon onwijs ingewikkeld te zijn. Ja, dus de manier waarop de wereld werkt op het allerkleinste niveau, is gewoon heel ingewikkeld. Maar het belangrijkste is, we begrijpen het wel als mensheid. Ja, dus we begrijpen hoe de natuur zich gedraagt in die rare kwantumwereld. En een van de dingen die we daar geleerd hebben in die kwantumwereld is dat je, als je een deeltje hebt, dat er ook altijd iets moet zijn als een antideeltje. Ja, dat heeft u misschien nog nooit van gehoord, maar elk deeltje heeft ook zijn eigen antideeltje. En in die theorie hebben we geleerd dat als die deeltjes elkaar tegenkomen in de natuur, dat ze dan nieuwe materie kunnen maken. Dus dit is een Feynman-diagram, dat is het moeilijkste wat u vandaag gaat zien. Maar het is een diagram die eigenlijk van links naar rechts loopt. En links ziet u een elektron en een positron die elkaar tegenkomen. Die fuseren samen, die vormen dat gamma-deeltje, dat is een lichtdeeltje. En uit dat gamma-deeltje ontstaat weer nieuwe materie. Een muon en een antimuon. Dat muon was dat broertje van het elektron. Dus dit is een manier waarop we als mensen die verborgen wereld zichtbaar kunnen maken. Ja, dus wij kunnen met behulp van die beroemde formule van Albert Einstein nieuwe materie creëren. Ja, u kent de formule E=mc². Dat betekent dat massa en energie eigenlijk in elkaar over kunnen gaan, of eigenlijk hetzelfde zijn. En dat massa wordt omgezet in energie, ja, dat is iets dat we al lang kennen. Dat is namelijk hoe de zon brandt. Midden in de zon wordt massa omgezet in energie. En dat is de reden dat we hier op aarde zo fijn hebben biodiversiteit en dat wij hier überhaupt kunnen leven. Maar je kan het ook andersom doen. Als je energie hebt en je stopt heel veel energie bij elkaar, kan je ook nieuwe materie maken. En dat is iets wat we op aarde doen, met behulp van deeltjesversnellers. En dat is ook precies zo'n proces waarin je deeltjes op elkaar botst, laat fuseren, waardoor je weer nieuwe materie kan maken. Nou, en waar doen we dat? Nou, dat doen we bij deeltjesversnellers. En deeltjesversnellers zijn grote apparaten, ingewikkelde apparaten. En zo groot en zo ingewikkeld dat we dat niet als land alleen kunnen doen. We kunnen niet als Nederland een grote deeltjesversneller maken. We kunnen wel kleine deeltjesversnellers maken, maar niet die hele grote. En de enige manier om dat te doen, als je dat wil, is dat je met alle landen van de wereld samenwerkt. Met alle natuurkundigen afspreekt. We gaan samen een grote deeltjesversneller maken. Nou, dat hebben we gedaan in Genève. Op dit terrein. Op dit terrein werken alle mensen. En uiteindelijk ligt daar, in dat PEDIGEX, dus vlakbij Genève, onder de grond ligt daar een hele grote deeltjesversneller. 27 kilometer in het rond. Boven de grond zie je niks, ik heb hem even hier getekend, maar onder de grond ziet u een hele grote tunnel. En in die tunnel zitten heel veel magneten, waardoor deeltjes in een rondje kunnen ronddraaien. En wat we doen, is dat we die deeltjes laten ronddraaien met enorm hoge energie. En als ze op een maximale energie zitten, dan zorgen we dat ze door het oog van de naald gaan. Ja, dus de bundel komt de ene kant op en de andere kant komt er een andere trein van deeltjes aan. En die botsen we door het oog van de naald. En dan moeten ze wel op elkaar botsen.
dan hebben we heel veel energie bij elkaar en daar kan nieuwe materie gecreëerd worden. Dus er is een klein filmpje van, waarin deeltjes, en eigenlijk zijn dat protonen, dus van die kerndeeltjes, die worden rondgeschoten in deeltjesversnellers. En eigenlijk werkt het een beetje zoals de versnellingen van uw fiets. Ze kunnen steeds harder en harder. En uiteindelijk, als ze hard genoeg zijn, mogen ze in de allergrootste tunnel. En dat is de Large Hadron Collider. En wat daar gebeurt, is dat deeltjes worden tot hun maximale energie versneld. We gaan zo langzaam die tunnel in. Dat is zo'n protondeeltje met die quarks erin, hè, die ik al eerder had verteld. En van de andere kant, daar links, komt hier ook straks een proton aan. En die zullen elkaar ontmoeten, precies in dit punt. En op dat punt hebben we een hele grote fototoestel gebouwd. Een rustig bad. Dus dit is het moment dat energie om wordt gezet in nieuwe materie. Dus je hebt twee deeltjes die schieten op elkaar. En er komen 100 deeltjes uit. En de vraag is dan, wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Hoe kan dat nou? Energie is omgezet in andere deeltjes. Maar wat is daar nou precies gebeurd? En dat is best ingewikkeld. Ik laat u zien dat we een heel groot fototoestel hebben gebouwd. Maar hoe werkt dat nou? Nou, eigenlijk is het idee dat je met zo'n apparaat moet uitvinden wat is er nou precies gebeurd op het moment dat die deeltjes op elkaar botsten. En het gekke is, dat proces waarin dat gebeurt, is superkort. Ja, dat is een miljoenste van de miljoenste van de miljoenste seconde. Zo snel. Ja, dus het gebeurt zo snel dat je niet met je ogen kan zien wat er is gebeurd. En toch is dat precies de vraag. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat twee deeltjes om worden gezet in 100 andere deeltjes? Nou, eigenlijk, de truc die we toepassen, is eigenlijk dezelfde truc die Freek Vonk toepast. Dan moet je niet alles nadoen wat Freek Vonk doet natuurlijk, maar in dit geval is dat wel zo. Kijk, Freek Vonk praatte ook over een wereld die heel lang geleden verdwenen is. Ja, Freek Vonk praat over de dinosaurussen, maar die zijn toch echt 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. En zij schrijft er boeken over welke verschillende soorten dinosaurussen er zijn, hoe ze leefden, wat ze aten. Het lijkt net of hij er zelf bij was. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat hij over die wereld praat die al lang geleden verdwenen is? Nou, dat kan omdat er in onze wereld brokstukken zijn, overblijfselen uit die verleden tijd, uit die wereld. En wij hebben precies hetzelfde. Die botsing speelt zich af op een hele korte tijdschaal en is daarna weer verdwenen. Maar er zijn brokstukken die lang genoeg leven, zodat wij ze kunnen zien met onze detectoren, met onze fototoestellen. En het is aan onze taak om uit die brokstukken terug te vertalen, aan elkaar te knopen, wat is er nou gebeurd? Hoe ziet die verborgen wereld eruit en wat heeft zich daar nou precies afgespeeld? Is dat ingewikkeld? Ja, heel ingewikkeld. Echt wel een gedoe. Maar uiteindelijk, als je zo'n detector bekijkt en dat deeltje wordt gemaakt, dan beweegt hij zich naar buiten. Hij spat eigenlijk uit elkaar. En terwijl hij door die detector gaat, ontmoet hij allemaal verschillende lagen. En elk van die lagen geeft een stukje informatie. Ja, er zijn lagen die meten de elektrische lading, stukjes die meten de snelheid, andere meten welke energie een deeltje heeft. En als je dat aan elkaar knoopt, dan is het dus best wel makkelijk voor ons om voor een deeltje dat gemaakt is te weten of het nou een muon deeltje was of een elektrondeeltje dat er gemaakt is in zo'n botsing. Dat is eigenlijk even makkelijk als u aan mij vraagt, ik zie daar voetsporen in de sneeuw, is dat een konijn of is dat een mens? Ja, triviale vraag, want een mens gedraagt zich anders in de sneeuw dan een konijn. En net zo gedragen elektronen en muonen zich anders als ze zich door die detector een weg naar buiten werken. Ja? Dus dit is een manier waarop wij foto's kunnen maken. We kunnen al die brokstukken verzamelen en dan langzaam terugvertalen wat is daar precies gebeurd. En wie doen dat dan? Weet je, wie bedenken dit? Wie doen dit? Wie zorgen ervoor dat alle computers werken? Dat er nieuwe ideeën komen om die dingen uit elkaar te halen? Nou, dat doen we met allemaal jonge onderzoekers. Kijk, wij vertellen het nou wel, oude onderzoekers. Ik reken jou er nog niet bij, Melissa, maar dat komt wel. Maar die nieuwe generatie onderzoekers, die is daar. Dus ik heb drie onderzoekers van ons gepakt. Twee promovendi en één iemand die is postdoc. Iemand als Jeff of iemand als Osama, die zijn nu op dit moment bezig om te proberen die detector beter te begrijpen en beter te maken. En iemand als Andrea, dat is een postdoc bij ons in de groep, die is alweer een nieuwe detector aan het maken die over 6 jaar pas in de detector kan. Daar is ze nu al mee bezig. Ja, dit zijn 3 onderzoekers die hier in Amsterdam, in Oost, bezig zijn om nog dieper in de materie door te dringen. Dus als je vraagt van je hebt 2 protonen op elkaar geschoten,
Hoe kan het nou dat er twee nieuwe deeltjes uit kunnen? Nou, we hebben nu geleerd dat dat lukt omdat protonen bestaan uit quarks, maar ook uit antiquarks. En die kunnen dus op elkaar fuseren en die kunnen via zo'n lichtdeeltje twee muondeeltjes maken. Maar zou het kunnen dat er nieuwe deeltjes zijn? Dus continu vragen we ons af, zouden er ook nieuwe deeltjes kunnen zijn? En dat betekent dus, het zou wel kunnen dat dit proces gebeurt, dat er niet een lichtdeeltje wordt gemaakt die naar mu plus en mu min gaat, maar een ander deeltje, een nieuw deeltje. Nou, hoe zou je dat nou kunnen zien in de detector? Ook dat nieuwe deeltje geeft twee muondeeltjes in de detector. Dus hoe zie je nou het verschil? Nou, als je bepaalde dingen bekijkt, dan zal je zien dat dat nieuwe deeltje andere eigenschappen heeft dan de dingen die je tot nu toe kent. En het is de zaak om daarnaar op zoek te gaan. En in dit geval zal het blijken als je een grafiekje maakt van de hoek tussen die twee deeltjes. Ik heb het even de massa genoemd hier. Als je een grafiekje maakt, als zeg maar de oude natuurkunde waar is, hè, die theorie van die kwantummechanica op het allerkleinste, als die waar is, dan zou je een grafiekje zien dat zo eruit zou zien. En als er een nieuw deeltje zou zijn, als dat nieuwe deeltje er is, dat z-deeltje, dan zou je in die grafiek een klein bultje moeten zien. Ja? Een plek waarin ook dat proces gebeurt en waarin je ook aanwijzingen daarvoor ziet. Nou, dit deeltje bleek er echt te zijn. Dit deeltje is een van de deeltjes die de radioactiviteit beschrijft, hè, de zwakke kernkracht. En zo zijn we continu in die botsingen, die hele brei van botsingen, op zoek naar, zien we nou wat we verwachten? Of zijn er dingen die we niet begrijpen en waar we echt een nieuwe theorie voor nodig hebben? Nou, dat is heel ingewikkeld. En uiteindelijk komt het erop neer dat een standaardmodel, hè, dus welke deeltjes zijn er en hoe praten die deeltjes met elkaar, dat is echt een heel mooi bouwwerk. Ja, alle deeltjes die we kennen zitten erin. En alle fenomenen die we zien worden helemaal beschreven door de theorie. Dus daar zijn we in principe heel blij mee. Maar er is wel een probleem. En het probleem is dat in die theorie mogen deeltjes geen massa hebben. Nou, waarom is dat een probleem? Wie weet dat? Waarom is het een probleem dat deeltjes geen massa mogen hebben? Sorry? Hebben ze ook geen energie? Dat klopt. Durft er nog iemand wat te zeggen? Ja? Sorry? Ja, dat is gewoon, ja, deeltjes hebben gewoon wel massa. Dus als jij een theorie hebt die zegt dat deeltjes geen massa hebben, en je loopt hier in de wereld rond, dan weet je, dat is niet zo'n hele goede theorie. Maar best wel jammer, want die theorie voorspelt verder alles. Dus alles wat we zien in de natuur op de allerkleinste, wordt voorspeld door dat model, maar deeltjes mogen geen massa hebben. Dat is wel jammer, want als deeltjes geen massa hebben, kan de zon nooit branden, kan er nooit een aarde gevormd worden, kunnen wij nooit bestaan. Ja, dus best jammer. Dus je kan je de theorie weggooien, of je kan proberen een oplossing te verzinnen. En dat ga ik niet doen, maar dat gaan we verderop in het programma kunnen bekijken. Kunnen we dat standaardmodel redden en kunnen we toch de deeltjes massa geven, zodat we gewoon de echte natuur kunnen beschrijven? Dank je wel, Ivo van Vulpen. Mooi verhaal, goede inleiding. Iedereen is enorm nieuwsgierig naar dat laatste punt natuurlijk. En nou, daar is deze hele middag eigenlijk voor bedoeld om dat mooi te markeren. Ivo, dank je wel. Ga weer rustig zitten. Goed, ik zei al er straks, Bonnie Campley, alias Higgs, is niet aanwezig vandaag. Dat is jammer, want ze maakt prachtige muziek en dat had ik natuurlijk veel liever gehad dan al het andere. Maar goed, het is niet anders. De luchtvaartmaatschappijen hebben anders beschikt, zou ik maar zeggen. Wat doe je dan? We wilden namelijk met Bonnie, behalve haar muziek, ook even praten over haar opa. Dat klinkt een beetje raar, maar Bonnie is gewoon de kleindochter van Peter Higgs, een van de Nobelprijswinnaars voor het deeltje, een van de bedenkers van het deeltje waar we het de hele dag over zullen hebben, het Higgs-deeltje. Zelf wilde hij het eigenlijk niet zo noemen, maar niettemin de hele wereld noemt dat eigenlijk wel zo. Waarom kun je lange verhalen over vertellen? Maar hoe kunnen we dan wel iets over Peter Higgs te weten komen? Nou, gelukkig heb ik iemand in de zeer nabije omgeving van Nikkev. We zagen er straks toen wij binnenkwamen een film. Een film over onder meer Peter Higgs. En de maker van die film is Jan van den Berg. Jan van den Berg maakte destijds, eigenlijk voor de ontdekking van het Higgs-deeltje, maar daarna nog een tweede versie,
Een film over het Higgs-deeltje. En uiteindelijk natuurlijk ook over Peter Higgs, die uit gaandeweg denk ik een vriend is geworden. Jan is hier en het leek mij leuk om toch eventjes met Jan dan over de opa van Bonnie te praten. Jan van den Berg. Dag Jan, zullen we even gaan zitten? Wat jij wil. Ja? Nou, laten we dat doen. Ik wil ook staan hoor. Ja, nou, we gaan zitten. Iedereen zit, dat is wel zo gezellig. Goedemiddag. Jan van den Berg, filmmaker, theatermaker. Met een buitengewoon grote belangstelling voor natuurwetenschappen ook. Dat heb je al heel lang gedaan. En een van de projecten daarbij was die film over het Higgs-deeltje. Over Higgs heet die. De film is destijds prettig ontvangen. Hij staat nog op DVD. Hij is zelfs bij Nikkev te verkrijgen. Ik heb hem niet alleen gemaakt. Ik heb hem gemaakt samen met Hanny van den Berg. Ja, uiteraard. Met wie ik al mijn films samen maak. Juist, oké. Maar we hebben nu jou even hier. Jij kent Peter Higgs redelijk goed. Het is iemand die je veel hebt ontmoet. In allerlei settings. Voor die film had je hem natuurlijk nodig als het gezicht van het deeltje. Was dat de eerste keer dat je Peter Higgs sprak of ontmoette? Ja, dus ik heb hem leren kennen vanwege de film. En sindsdien zijn we, je moet altijd voorzichtig zijn met het woord vriend, maar zijn we echt wel hele goede bekenden geworden. Want waar zal ik beginnen? Het leuke was, ik heb eerst heel veel moeite moeten doen om überhaupt met Peter Higgs in contact te komen. Eén was namelijk, toen wij op CERN aan het filmen waren, hadden we al wel in het hoofd, we willen die hele film laten plaatsvinden daar waar het gebeurt, bij de deeltjes rondom de deeltjesversneller, die toen in aanbouw was. Wij begonnen in 2005 te draaien. Maar we wilden parallel aan dat verhaal ook het verhaal vertellen van de geboorte van het idee. En dat was natuurlijk Peter Higgs in 1964 al. Ja. En die leefde eigenlijk heel teruggetrokken in Edinburgh, was al met pensioen. En we wilden dus eigenlijk naast dat verhaal, wat zich allemaal afspeelde op één plek, namelijk CERN, Genève, wilden we ook in Edinburgh filmen. Ja. Toen vroegen we bij CERN aan een aantal mensen, hoe kunnen we in contact komen met Peter Higgs? En toen heb ik een deel van de natuurkundewereld ook op een bijzondere manier leren kennen. Want een deel van de natuurkundigen bij CERN zeiden, maar is dat dan een persoon? En ik begrijp het in zoverre, als natuurkundige heb je de theorie nodig. En niet per se de bedenker van de theorie, maar het verbaasde ons wel op een, en ik ben theatermaker, ik vond het ook buitengewoon theatraal. Snap ik. Even, dat een groot deel van de natuurkundigen niet wist dat die naam afkomstig was van een persoon. Verbaast je minder als je bijvoorbeeld weet dat het woord quark, waar Ivo het net over vertelde, is een fictief woord uit een roman van James Joyce, Finnegan's Wake. Dus die namen van die deeltjes, zit ook nog een verhaal in. Maar goed, één, er waren mensen die niet wisten dat Peter Higgs een levende een persoon was. Twee, er waren mensen die zeiden, leeft die dan nog? En er was niemand die zijn telefoonnummer had, ben ik bang. En er was iemand die zei, maar hij leeft nog, maar je hoeft er niet naartoe, want het is een saaie man. Ah. En dan niets bleek minder waar toen we er eenmaal waren. Het punt is alleen, als je Peter Higgs vraagt, leg die theorie uit. En je zet daar een camera, ja, dan ben je 15 minuten verder. En als je dan niet per se weet waar die theorie over gaat, dan wordt dat geen opwindend verhaal voor mij als buitenstaander. Ja. Maar Peter Higgs bleek, als je hem andersoortige vragen ook stelde, een buitengewoon grappige, aardige, sociale man. Met ook een hele muzieklijn in de familie. Wil ik zo nog iets over zeggen? Ja? Maar toen, hoe kom je met hem in contact? Ik heb dat onder andere aan Gerard het Hooft gevraagd, de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar. En die zei, ja, je kunt het best een brief schrijven, want hij gebruikt geen computer en hij neemt de telefoon doorgaans niet op. Dus daar heb ik een stuk of drie handgeschreven brieven. Want ik dacht, als iemand alleen met brieven correspondeert, dan zal die ook een handgeschreven brief willen prijsstellen. En dat bleek. Na enig volhouden, maar dat had niet zozeer met de brieven te maken, vertelde hij me later, maar met zijn persoonlijke gezondheidstoestand op dat moment. Na drie handgeschreven brieven kwam er een handgeschreven brief terug. Ondertussen heb ik een heel mooi staat, want dat doe ik nog steeds graag met hem. Ja, ja. Corresponderen met handgeschreven brieven en briefkaarten. En dat is ondertussen een heel aardig stapeltje geworden. Juist. Dit is de korte versie. Dat begrijp ik. En je bent ook wel bij hem thuis geweest destijds om te filmen, maar wel vaker ook. Sindsdien kom ik er
met enige regelmaat. Ja. Hannie en ik hadden ook de geweldige eer om op zijn 90ste verjaardag met een kleine kring van vrienden en bekenden. Dat hebben we eigenlijk niet gezegd, maar hij is dus niet alleen met pensioen, maar hij is inmiddels 93. 93, ja. 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 Dus een oude man. Ja. Nou ben ik mijn zin kwijt, maar dat geeft veel niet. Je was op zijn verjaardag. Dat. En we zijn... En dat is de link naar Bonnie. Ja. Pieter heeft een heel mooi appartement in Newtown in Edinburgh. Dat is een oud stadsdeel wat Newtown heet, omdat toen het gebouwd werd, was dat een nieuwe wijk van Edinburgh. Het was eigenlijk veel te groot voor één persoon, maar hij woont daar heel graag en wil daar ook niet weg. En heeft een van zijn kamers ter beschikking gesteld aan zijn schoondochter, die kunstschilder is. Suzanne Campley. Suzanne is getrouwd met de zoon van Pieter, een van de twee zoons, Johnny. Johnny is een muzikant, een muzikus, een gitaarspeler. En dus via die kant komt er heel veel muziek en beeldende kunst in de familie. En Pieter is een groot liefhebber, sowieso. Maar stelde dus ook een van zijn kamers ter beschikking als atelier voor zijn schoondochter. En dat zijn min of meer leeftijdsgenoten van Hannie en mij. Dus naast de vriendschap met Pieter zijn we toen ook heel goed bekend geraakt met zijn zoon en schoondochter. En die kinderen, waarvan er eentje, Bonnie... toen wij die leerden kennen, was dat een heel jong meisje. Het is nu nog niet zo oud, maar wij hebben later een voorstelling gemaakt over onze wederwaardigheden bij CERN en de contacten met Pieter. Ja. En toen hebben we op het Edinburgh Fringe Festival een voorstelling gespeeld over hoe wij met Higgs in contact kwamen en met die deeltjeswereld. En toen hebben Bonnie en haar broer, toen kinderen van een jaar of 10, geflyerd in de stad met de historische en onverbeterlijke uitspraak: opa vindt dit een goede voorstelling. Alle avonden zaten uitverkocht. Juist. Niet in het minst omdat Pieter het ook leuk vond om dan af en toe, na afloop van de voorstelling, ook op het toneel te komen en zijn kijk op de zaak te geven. En dan opende hij meestal met niets wat Jan vertelt is fout, maar ik zou het anders uitleggen. Ja, precies. Nou, dan kennen we hem weer. En tot slot, Pieter Higgs is niet iemand die zeg maar heel erg op het podium wil staan. Hè? Hij is altijd een beetje bescheiden, teruggetrokken. Die term Higgs-deeltje, dat zint hem volgens mij ook niet echt. Of heeft hij zich erbij neergelegd? Dat zegt niet alleen veel over zijn karakter, maar ook over zijn besef als theoretisch natuurkundige. Hè? Want we hebben net gezien, een deel van de natuurkunde gaat via de theorie. En minstens de andere helft gaat via de experimenten, het feitelijk zoeken. Ja. En hij als theoreticus is zich heel erg bewust van de verstrengeling van alle theorieën uit het verleden en het nu. En al die betrokkenheid van een heleboel verschillende mensen, totdat je tot een idee komt. Niemand bedenkt out of the blue zoiets als bijvoorbeeld een Higgs-mechanisme. Nee. Oké, maar hij kan er wel mee leven dus, dat het Higgs-deeltje wordt genoemd. Met moeite, maar ja, hij is ook intelligent genoeg om te beseffen dat je de geschiedenis niet meer kunt veranderen doordat hij dan zegt, ik ben hier tegen. Juist. En het is, nou ja, zo is het gelopen. Oké. Dankjewel Jan voor dit inkijkje in ieder geval. Misschien spreken we straks nog even verder over jullie avonturen zo links en rechts. We gaan nu verder. Dankjewel Jan. Naar onze volgende spreker. Melissa, ja, Melissa van Beekveld. Ik kan gewoon zeggen, begin maar vast, maar ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent. Jij bent ook uit Engeland hierheen gekomen, want daar werk je, gebruik je microfoon even, daar werk je momenteel. Je komt in het najaar weer naar NICEF. Volgend najaar. Kijk, ja, dingen gaan zo snel en langzaam tegelijk in de academische wereld. Volgend jaar dus ben je terug. Jij bent theoretisch natuurkundige. Dat betekent dat je in ieder geval ons, denk ik, wat meer wegwijs kunt maken in het hele idee van onder meer Pieter Higgs. Laten we niet alleen hem noemen. Dus we zijn erg benieuwd hoe je dat aan ons gaat overbrengen. Ga je gang. Ik ga mijn best doen. Het scenario wat Ivo schetste is dat we een standaardmodel hebben wat ontzettend succesvol is, maar eigenlijk één onderdeel mist. En dat is massa's. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel, zoals net daar ook al werd aangegeven. We zien massa's in de natuur, dus het is heel erg dat dat niet in het standaardmodel zit. Waren het niet dat inderdaad het Higgs-mechanisme is uitgevonden, wat soort van als reddende engel fungeert. Nou, hoe dat precies
gebeurt, ga ik jullie de komende ongeveer 10 minuten uitleggen. En om dat idee echt te appreciëren, is het nodig dat ik jullie iets uitleg over het idee van symmetrieën. Want symmetrieën zijn ontzettend belangrijk voor natuurkundigen. Zonder symmetrieën zouden wij bijvoorbeeld geen voorspellingen kunnen doen. Nou, hoe dat precies zit, dat zal ik jullie uitleggen. Ten eerste zal ik zeggen wat een symmetrie is. Symmetrie is heel eenvoudig gezegd een translatie die je kunt uitvoeren op een object, dusdanig dat het object invariant blijft. Nou, dat is best een volle zin, dus wat betekent dat nou eigenlijk? Laat ik een paar voorbeelden geven. Ten eerste ziet u, stel u heeft een vierkant, die kan ik spiegelen. En dan kunt u mij niet vertellen dat ik die translatie heb uitgevoerd. En zoiets heet een spiegelsymmetrie. Nou, ik kan hem ook roteren met een kwart. In dat geval kunt u mij nog steeds niet vertellen dat ik inderdaad die rotatie heb uitgevoerd. Dit is een rotatiesymmetrie. Nou, dit zijn allebei voorbeelden van discrete symmetrieën. Er bestaan andere soorten symmetrieën, zoals continue symmetrieën. En die vinden bijvoorbeeld terug in de cirkel. Een cirkel kan ik onder elke willekeurige hoek roteren. En u kunt mij niet vertellen dat ik dat heb gedaan. Nou, waarom zijn die symmetrieën nou zo belangrijk in het doen van voorspellingen? Daarvoor wil ik een spelletje met u spelen. Ik heb 3 eigenschappen wat ik weet van een object. En u moet raden wat voor een object ik het over heb. Dus ik zeg u dat die 3-dimensionaal is. Het object heeft geen continue symmetrieën. Het heeft een rotatiesymmetrie onder 90 graden, dus een kwart, in 1 dimensie. En 2 rotatiesymmetrieën, dus in de andere 2 dimensies, over 180 graden. Wat voor een object kijk ik naar? Iemand een idee? Niet verlegen zijn. Precies, een balk. Dus best wel krachtig om die symmetrieën te weten. Nou, geef ik een ander voorbeeld. Stel, ik haal 1 van die 2 symmetrieën weg. Die 180 graden die verander ik gewoon in 90 graden in 3 dimensies. In dat geval kijk ik naar een kubus. Nou, het ligt natuurlijk niet alles vast over mijn meting. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe zwaar zo'n kubus is. Ik weet niet of die hol is. Ik weet niet hoe groot die is. Maar ik weet wel dat ik naar een kubus kijk. Dus dat is een heel krachtig stuk informatie wat ik dan weet over mijn meting. En op precies die manier gebruiken we deze symmetrieën ook in het standaardmodel. Nou, is dit het enige waarom symmetrieën nou zo handig zijn voor ons? Nee, dat is het niet. Want symmetrieën geven ook aanleiding tot krachten. Nou, dit is best abstract, maar ik ga een poging wagen. Stel, u wilt een huis bouwen. En het gaat een heel eenvoudig huis zijn. Van dat huis weten we alleen de lengte en de breedte. En that's it. Meer hoef ik niet te weten over dat huis. Nou, gegeven een hoekpunt van dat huis, kan ik precies vertellen waar de andere 3 hoekpunten komen te liggen. Dat is genoeg. En als ik dat hoekpunt roteer, dan heb ik nog steeds een huis. Dus in dat opzicht is dat een symmetrie van mijn huis. Ik kan dat hoekpunt roteren. En weer vertelt mij dat waar die andere hoekpunten komen te liggen. Simpel genoeg. Maar wat als ik dit huis niet in Amsterdam wil bouwen, maar in Zuid-Limburg? Waar het een beetje heuvelig is. En ik hou van heuvels, dus ik wil graag die heuvels in mijn huis. Maakt me niet uit dat al mijn meubels scheef staan. Dit is gewoon wat ik ga doen. Nou, als ik dan eigenlijk hetzelfde trucje wil uitvoeren, dan is het kennen van dat hoekpunt zeker niet genoeg. Ik moet ook weten hoe dat onderliggende hoogteprofiel van die heuvels varieert. Anders weet ik niet hoe ik die vloer moet storten en hoe ik van steentje naar steentje kan gaan. Dus de informatie die in dat onderliggende hoogteprofiel zit, dat onderliggende veld zit, moet kunnen praten met die symmetrie. Daar moet een transactie tussen zijn. Nou, hoe komen daar dan krachten uit voort? Nou, dat is heel simpel. Dat veld dat varieert. Stel, ik leg een balletje ergens op de top van een heuvel. Die heeft op dat moment een zwaarte-energie. Ik geef hem een tik en hij gaat versneld de berg afrollen. En dat is zwaartekracht. Dus de variaties in dat veld geven een kracht, maar hoe die variaties kunnen bestaan en kunnen praten met de symmetrie, dat is zeker, die connectie is zeker noodzakelijk, want het huis moet nog steeds een huis zijn. Nou, precies dit is onderliggend aan hoe
het standaardmodel is opgebouwd. Dus de symmetrieën van het standaardmodel, dat zijn vele abstractere symmetrieën dan dat ik u hier kan laten zien. Maar de connectie met het bestaan van krachten is precies zo. Dus toen werd in, lang geleden, werd eerst de theorie, de symmetrie achter het elektromagnetisme bedacht. Dat heet een eiksymmetrie. En het duurde, en dat was succesvol, daarmee konden we voorspellingen maken. Maar het duurde 30 jaar voordat eenzelfde theorie ook werd bedacht voor dat van de zwakke interacties, van radioactief verval. En de reden daarvoor is dat die krachtdeeltjes die bij dat veld horen, die krachtdeeltjes zijn massief. En zoals Ivo al aangaf, die symmetrieën en massieve deeltjes, die praten niet goed met elkaar. Als je zo'n massa probeert toe te voegen aan je theorie, dan breek je namelijk de symmetrie. En dat is rampzalig, want daarmee kunnen wij geen voorspellingen meer doen. Dus het is heel belangrijk dat we die symmetrie op een of andere manier kunnen behouden. En precies dat doet het Higgs-mechanisme. Het Higgs-mechanisme zorgt voor een breking van de symmetrie, maar op een zeer subtiele manier, waardoor het eigenlijk als experimentator of als theoreet kijk je naar het model en je ziet de symmetrie, die bestaat. Maar voor de deelnemers, de deeltjes, is die symmetrie gebroken, want ze hebben massa. Nou, dit is natuurlijk super abstract, dus laat ik gewoon een paar voorbeelden geven. Stel, u zit te vergaderen en links en rechts voor u heeft u een glas water staan. Niemand heeft dat glas water nog aangeraakt, dus op dat moment bestaat er een complete symmetrische situatie. Nou, een van die personen die wordt dorstig en die kiest ervoor zijn linker glas te nemen. Nou, op dat moment is de symmetrie gebroken. Want op dat moment is iedereen aan die tafel geforceerd om ook zijn of haar linker glas te nemen. Let wel dat van bovenaf als toeschouwer, zoals wij hier naar kijken, is het nog steeds een volledig symmetrische situatie. Maar als deelnemer, als je in die vergadering zit, is de symmetrie gebroken. En dat doet het Higgs-mechanisme. Nou, hoe gebeurt dat? Dat gebeurt op een manier die echt onderliggend is aan hoe het Higgs-veld zich gedraagt. Want het Higgs-veld is een zeer bijzonder veld, wat eigenlijk nergens anders voorkomt in onze deeltjestheorie. En om dat toe te lichten wil ik een slinger gebruiken. Dus hier heeft u gewoon een normale slinger. Hij hangt vanaf het plafond. Het balletje zit vast aan een stalen buis. En ik geef dat balletje een tik. Wat er dan gaat gebeuren is dat die slinger op en neer gaat bewegen. En op een gegeven moment, na genoeg tijd, komt hij tot rust onderaan waar hij eigenlijk mee begon. En daarondergaan heeft hij een nulpuntenergie van 0 GeV, de energieeenheid die wij gebruiken. Dit zijn alle normale deeltjesvelden die wij kennen. Dus van de quarks, van de elektronen, van een Z-boson, van de W-boson. Alles wat we kennen, zo gedraagt het zich. Nu het Higgsveld. Het Higgsveld is een slinger die op zijn kop staat. Dus hetzelfde mechanisme. Ik start bovenaan met die slinger en ik blaas er tegenaan. En wat gebeurt er? Hij valt op de grond. En hij komt nooit meer terug. De nieuwe stabiele toestand is daar op de grond. Nou, er ligt een aantal dingen worden hiermee geïllustreerd. Als je begint bovenaan, dan is het een volledig symmetrische situatie. Alle toestanden op de grond zijn nog mogelijk. Maar zodra ik er tegenaan heb geblazen, is die symmetrie gebroken. Hij ligt een kant op. Dus dat is de symmetriebreking wat het Higgs-mechanisme geeft. Nou, en waarom is dat Higgs-veld dan zo bijzonder? Het is bijzonder omdat bovenaan, het pointer werkt niet, maar bovenaan is de nulpuntenergie, is de rustenergie, daar waar niks gebeurt. Het veld in vacuüm is 0 GeV, dus daar zit geen energie. Maar daar op de grond is daar een waarde aan toegekend. En dat is een constante waarde van 246 GeV. Waarom die waarde, weten we niet, maar we weten wel dat het is. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat overal, ook al is er niks, ook al is er vacuüm, daar is een Higgsveld met een nulpuntenergie. En waarom is dat belangrijk? Nou, precies dat geeft massa's. De massa is elk deeltje wat op een of andere manier een interactie aangaat met die nulpuntenergie, met dat veld.
En hoe sterk jij die interactie aangaat, hoeveel jij praat met dat veld, geeft aan hoeveel massa jij krijgt. Nou, ook dit is een beetje abstract, dus laat ik daar een voorbeeld van geven. Stel, je wil een foto maken van de Jura. Dat is het berggebied wat naast de LSC ligt. Als dat op een klaarlichte dag is, dan kun je gewoon vrolijk met je normale fototoestel daar een foto van maken en je hebt je bergtop te pakken. Maar stel, er komt ineens een wolk voorbij drijven. Op dat moment is jouw normale fototoestel niet meer genoeg. Maar een infraroodcamera zou dat wel kunnen. Waarom? Nou, zichtbaar licht wordt continu verstoord door de aanwezigheid van die wolk. Wordt alle kanten opgegooid. Infraroodlicht doet dat niet. Die kan gewoon direct door die wolk heen. In dit voorbeeld is het zichtbare licht een massief deeltje wat praat met het Higgsveld. En het infraroodlicht is een massaloos deeltje wat geen interactie aangaat. Dus als je massaloos bent, dan zie je dat Higgsveld niet. En als je een massa hebt, dan zie je dat Higgsveld met een bepaalde sterkte. Dat is massa. Nou, zover de theorie. Deze is inderdaad in 1964 opgeschreven. Maar nu moeten we het nog bewijzen. En dat kunnen we niet zonder het experiment. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we bewijzen dat het Higgsveld, het Higgsmechanisme en het bijbehorende Higgsboson inderdaad bestaan? Nou, er zijn eigenlijk drie stappen die je moet ondergaan. De eerste is dat je een Higgs-deeltje moet kunnen maken. Nou, dat gebeurt in die deeltjesversnellers. Maar de kans dat je in een enkele botsing een Higgs-boson maakt, is 1000 keer kleiner dan dat één van ons in deze cel in een jaar getroffen wordt door de bliksem. Nou, ik hoop dat niemand dat is overkomen, maar kans zegt mij dat inderdaad bij niemand dit is gebeurd. Dus die kans is ontzettend klein. Nou, wat doe je eraan? Je maakt heel veel botsingen. Zoveel mogelijk. Zodat je maar zoveel mogelijk van die Higgsbosonen maakt. Dus dat is stap 1. Dan stap 2. Zo'n Higgsdeeltje, dat is zelf een zware deeltje. Dat heeft een massa. En zoals Ivo al zei, zware deeltjes vervallen in andere deeltjes. Dus het is zaak dat in onze detectoren we die vervalsdeeltjes van dat Higgsboson inderdaad kunnen meten. En dat is eigenlijk intiem verbonden met stap 3. Want al die andere botsingen die we maken, die zullen ook deeltjes maken die heel erg lijken op dat wat een Higgsboson kan maken. En het wordt dus zaak om het creëren van een Higgsboson te onderscheiden van al die andere achtergrondprocessen of ruisprocessen die plaatsvinden. Maar dat zijn de stappen. Nou, stap 2. Een Higgsboson vervalt. En het vervalt in deeltjes van het standaardmodel. En de percentages staan hierbij. Nou, wat u bijvoorbeeld ziet is bottom-antibottom. Dat is eigenlijk het zwaarste broertje wat wij kennen van een downquark. Dat komt echt heel vaak voor. Meer dan 58% van de tijd dat we een Higgsboson maken, vervalt die daarna in die twee bottom-antibottom deeltjes. Ander kanaal, bijvoorbeeld foton-foton, komt niet zo vaak voor. En nou is de vraag aan u. We hebben dus een hele kleine kans om zo'n Higgsdeeltje te maken. Welk kanaal kiezen we? Waar gaan we naar zoeken? Zeg het maar. Harder. U zegt de meeste kans. Wie nog meer? Handen. Oké, wie zegt nee, dat is eigenlijk niet zo'n goed idee? Waarom? Nou, dat is een leuke redenatie. Het is inderdaad waar. We pakken de allerkleinste kans. We pakken namelijk deze twee kanalen in het begin. Waarbij het ZZ-kanaal ook nog, Z is een zwaar deeltje, vervalt weer. In dit geval vervalt het naar 4 leptonen. En het is eigenlijk raar hè, dat we deze nemen en niet bijvoorbeeld dat bottom-antibottom. Nou, de reden daarvoor is dat er van al die andere botsingen die worden gemaakt in de LHC, zijn er heel veel botsingen die lijken op het creëren van dat bottom-antibottom. Terwijl zo'n dubbel foton, als dat wordt gecreëerd, dat is eigenlijk heel zeldzaam. Dus daarom focussen op dat kanaal. En toen, bijna 10 jaar geleden, morgen 10 jaar geleden, kwam het grote moment. Hier hoort geluid bij. Wat u ziet is
de algemene directeur toen dat tijd van CERN. Nu is de vrouw die daarnaast staat het. Dit is de CERN colloquiumzaal. En wat hij zegt is, as a layman, I can now say, I think we have it. En daarna komt een groot applaus. Nou, wat zag hij? Wat u hier ziet is de massa van twee fotonen als een functie van het aantal keer dat je dat meet, in dit geval de atlasdetector. En als een functie van de tijd loopt de data op. De data zijn hier de zwarte puntjes. Dan ga ik hem eventjes opnieuw starten. Dus de data zijn hier de zwarte punten. De blauwe lijn is de voorspelling van het standaardmodel als daar geen Higgs-mechanisme in zit. Dus u ziet dat opbouwen. En op een gegeven moment, bij 225 GeV, ziet u daar een piek ontstaan. Daar komt er nou een rode lijn doorheen. En dat is de voorspelling als we inderdaad een Higgs-boson hebben met een massa van 125 GeV. Dus hiermee, precies deze grafiek, werd toen 10 jaar geleden tentoongesteld. En konden we het bewijs van een nieuw deeltje aantonen. Maar luister goed, hij zei, I think we have it. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, er waren 2 experimenten, alles in CMS, die allebei hebben geprobeerd om dit Higgs-boson te vinden. Maar ten eerste vonden ze eigenlijk te veel van die photon-events. Dat hadden we niet voorspeld om er zoveel zo snel al te zien. Dus dat was een beetje raar. Daarnaast heeft bijvoorbeeld CMS ook naar een ander kanaal gekeken. Het verval van tau-tau, Higgs-verval naar tau-tau. Dus dat zijn de allerzwaarste broertjes van het elektron. Nou, we hadden verwacht dat we daar iets zouden kunnen zien, maar we zagen niks. Hoe kan dat? Daarom waren we niet klaar op die dag. En dat is precies waar Stan het zo over zal hebben. Dank u wel voor u. Dankjewel, Melissa. Moeilijk, maar goed gedaan. En ik denk heel helder uiteindelijk. Het blijft een lastig onderwerp om zeg maar, zonder dat je formules mag gebruiken, zoiets uit te leggen. Dat weet ik en dat weet jij als geen ander, denk ik. Natuurlijk is nog even gewoon een gewone mensenvraag. Weet jij nog die dag 10 jaar geleden waar je was en wat je deed? Ja, dat weet ik. Ik was een bachelorstudent. Ja. En ik ging naar mijn college, elementaire deeltjesfysica, gegeven door Ronald Kleijs. Inmiddels is hij met pensioen. Aha. En hij vertelde dit. Terwijl ik op dat moment niet goed begreep wat een Higgs-deeltje was. Omdat het elementaire deeltjesfysica was letterlijk het eerste college wat wij hadden over het bestaan van elementaire deeltjes in de bacheloropleiding. Ja. Dus, maar toen wist ik, ik ga deeltjesfysica doen. Dus zo gaaf. Want het was gewoon hartstikke nieuws. Het was op het journaal. Je vak was op het journaal. Ja, precies. Nou, leuk. En het bevalt je nog steeds volgens mij. Ja. Nog wel. Nog wel, oké. Okay. Nou, daar gaan we het dan verder niet over hebben. Dankjewel. Ook dankjewel voor je komst uit Oxford natuurlijk. Melissa van Beekveld. En ik denk eigenlijk dat wij direct doorgaan naar Stan Bentvelsen. Stan, dames en heren, is de directeur van NICEF, het Instituut voor Subatomaire Fysica in Nederland. Destijds, 10 jaar geleden, was hij dat niet. Toen was hij namelijk Atlas-programmaleider bij NICEF. En dat betekent dat hij eigenlijk heel centraal was bij het gebruik van die Atlas-detector bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Er zijn er hier meer in de zaal, maar Stan is in ieder geval een van de mensen die het Higgs-deeltje heeft ontdekt. Ja, die bestaan echt. Ivo bijvoorbeeld ook. En wie hebben we nog meer? Eigenlijk, een paar. Zo links en rechts. En de rest vindt vast nog iets anders, oké? Okay? Stan, ik wil jou het woord geven. En daarbij is natuurlijk vooral de vraag, toch even, waar was jij 10 jaar geleden? Nou, precies 10 jaar geleden was het 3 juli 2012. Ja. Toen zat ik met Hanny en Jan van den Berg op Sicilië voor de documentaire, de film waar we het zojuist over hebben gehad. Een biertje te drinken met Pieter Higgs. Dat was heel bijzonder, ja. En jij, dat weet ik toevallig, jij wist al dat je hem gevonden had. Ja. En je mocht het tegen niemand zeggen. Nee. Ook niet tegen Pieter Higgs. Is dat gelukt? Dat is zeker gelukt. Hij was ook niet zo geïnteresseerd trouwens, gek genoeg. Hij besefte volgens mij nog niet helemaal goed wat er eigenlijk aan de hand was.
En wat ik heel memorabel vond, was dat we zaten te lunchen. En toen werden we gebeld door CERN, door James Gillies, die was van de pres, van Peter Higgs. Wil je naar CERN komen? Want we gaan iets bijzonders aankondigen. En hij twijfelde een beetje. En toen hebben wij hem gezegd van, nou Pieter, je moet toch maar gaan. Want het is toch wel een event om naartoe te gaan. Ja. En de volgende dag zat hij in het publiek van het filmpje wat Melissa net liet zien. En was ik ondertussen teruggevlogen naar Nikkev om daar de aankondiging te kunnen zien. Ja, zo was het voor 10 jaar geleden. Precies. Oké. Nou, dat wordt op allerlei manieren gevierd en gememoreerd. Maar wij willen van jou natuurlijk graag weten. Higgsdeeltje, leuk, maar toen. Stan Bentvelsen. Ja, dank je, Martijn. Voordat ik het over het Higgsdeeltje zelf ga hebben. Even, Melissa, eigenlijk heb je alles al verteld wat ik wilde vertellen. En dat is heel goed. Maar ik leg misschien accent een klein beetje anders om. Om het verhaal ook op een andere manier te vertellen, misschien iets meer vanuit de fenomenologie, zoals ik hem ken als een experimenteel deeltjesfysicus. En ik wil u daarin meenemen. Dit is het standaardmodel, daar had Ivo het al even over zojuist. En dat is een prachtige theorie die eigenlijk de krachten en de wisselwerkingen van de elementaire deeltjes beschrijft. Dit standaardmodel is op deze manier opgeschreven door Martinus Veldman en Geert het Hoofd. Ergens rond 1970, ietsje later geloof ik. Ze hebben daar in 1999 ook de Nobelprijs voor gekregen. En zoals al een paar keer is vermeld, een consistente theorie voor de beschrijving van deeltjes als er geen massa aan te pas komt. Dat had zij trouwens, met name Geert het Hoofd, wel opgelost door de introductie van dat Higgs-mechanisme, de dynamische creatie van massa. En Melissa noemde dat al even, dat is een interactie met de nulpuntsenergie, waardoor de deeltjes een massa krijgen. En ik zal dat op een andere manier ook nog even helder proberen te maken. Dat standaardmodel, wat dus consistent was in begin jaren 70... had eigenlijk meteen een succes. Er was al een vraag over dat Z-deeltje. Waar komt dat, wanneer is dat voorspeld? Nou, eigenlijk door dat standaardmodel. En dat is in 1983 ook gevonden. En de naam Simon van der Meer was ook al even gevallen als de Nobelprijswinnaar uit Delft, die het versnellen van antiprotonen mogelijk heeft gemaakt. En dat leidde tot de ontdekking van het Z-deeltje in 1983. Heel even een iets andere manier om te vertellen. Eigenlijk hetzelfde verhaal als wat Melissa vertelt. Hoe gedragen deeltjes zich? Als het vacuüm leeg is, dus dat is de ongebroken fase in de terminologie van Melissa, hebben de deeltjes geen massa. En dat betekent eigenlijk, als een deeltje geen massa heeft, denk aan het foton, dan beweegt het zich voort met de lichtsnelheid. Dat is natuurlijk geen goede theorie. Wel consistent, maar niet goed. Het idee van Peter Higgs is dat het vacuüm, de ruimte om ons heen, gevuld wordt met die nulpuntsenergie, een soort substantie, waarmee elk deeltje een interactie aangaat. Het lijkt alsof ze afremmen. Ze gaan niet meer met de lichtsnelheid. En wij zeggen daarmee, de deeltjes hebben een massa. En het ene deeltje voelt dat vacuüm-energie wat beter, hè, die 246 GeV, wat beter dan het andere. En daardoor heeft het ene deeltje een wat hogere massa dan de andere. Nou, dit is de vraag of dit juist is. En het idee is dat ook in die vacuümenergie kun je als het ware een excitatie krijgen, een rimpeling. En die rimpeling, dat is wat we dan een Higgs-deeltje noemen. Dus we hebben het eigenlijk over twee dingen. Het Higgs-veld, wat andere deeltjes een massa geeft. En de excitatie van het veld, het Higgs-deeltje, wat geobserveerd is nu 10 jaar geleden. Ik weet niet of u dit kunt horen. Higgs is an all-permeating field. You need something that's very homogeneous, that sort of this hum in the background going on all the time. But then you have to condense it in some cases, so it has to become loud and local, where you just concentrate on one frequency for a short time. Something like that, I would guess.
Het is een wat poëtische manier om te vertellen dat je een rimpeling, een excitatie in het Higgsveld, dat het Higgsdeeltje is. En ik vind het wel leuk om heel even te vertellen dat natuurlijk Martijn met name heeft een boek hierover geschreven, Het eiland dat Higgs heet. We willen na de ontdekking van het Higgsdeeltje ook laten zien wat er allemaal is gebeurd om dat eiland van Higgs verder te ontdekken. Nou, daar wil ik u wat over vertellen. Ten eerste, hoe maak je een Higgs? Het is al een paar keer gezegd, door botsingen tussen protonen te maken met de Large Hadron Collider met ongekend hoge energie. Hier ziet u een plaatje van een proton van links en van rechts. En eigenlijk is een proton opgebouwd uit kleinere deeltjes, quarks of gluonen. En het zijn die quarks of gluonen die met elkaar botsen. En daarvoor gebruiken we vaak een Feynman-diagram. Dat is eigenlijk een manier om het gedrag van die elementaire deeltjes te kunnen beschrijven, ook op de mathematische manier. En dan moet u de tijd eigenlijk van links naar rechts lezen. Dus nu komen de twee protonen van links, die zenden een gluon uit in de meeste gevallen wanneer een Higgs wordt gemaakt. Daar gebeurt iets met een topquark, dat doet er niet zoveel toe. Maar uiteindelijk wordt er in die botsing in een klein aantal gevallen een Higgsdeeltje gemaakt. Nou, daar zijn we naar op zoek. Zoals ook Melissa al zei, dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Dus we moeten dit soort botsingen vaak maken. De versneller is in staat om 40 miljoen botsingen per seconde te genereren. De Atlas-detector is in staat om al die foto's van die 40 miljoen botsingen per seconde te maken. Het grootste gedeelte daarvan bevat geen Higgsdeeltje. We selecteren daar typisch iets van 600 van de foto's uit en de rest gooien we meteen al weg. En alle data die dan vrijkomt wordt verspreid over de wereld. En uiteindelijk zal er typisch een promovendus of een postdoc of een wetenschapper met die data aan de slag gaan om te kijken of daar Higgsdeeltjes zich in bevinden. Dit is de cycle waarmee de analyse van de botsingen van de Large Hadron Collider ongeveer werkt. Die analyses laat eigenlijk zien, ik heb een paar technische plaatjes, maar laat u er niet door verblinden. Maar die laten eigenlijk zien dat het standaardmodel in alle opzichten ontzettend goed werkt. Ik heb hier een heel aantal processen, niet met een Higgsdeeltje, maar verschillende processen. Die worden beschreven door de theorie en die vergeleken worden met de data. En ik weet niet of u dat kunt zien, maar de theorie, dat zijn van die kleine streepjes hier. Je kunt ze nauwelijks zien, want de theorie is vaak erg nauwkeurig. En de data die valt daar spek om. Dus alle voorspellingen van die formule van dat kopje, van het standaardmodel, die kloppen verschrikkelijk goed. En dat geeft veel vertrouwen, niet alleen in, en dat moet je even beseffen, niet alleen in het standaardmodel zelf, maar ook in de zogenaamde kwantummechanica die daarachter ligt. En daar zal ik het straks nog even over hebben. Dan het Higgsdeeltje. Hoe vaak maak je dat nou? De vergelijking is al gemaakt met de blikseminslag. Een naald in 20 miljoen hooibergen. Echt heel erg weinig. En toch kun je ook het aantal gemaakte Higgsdeeltjes vergelijken weer met je theorie. En dat laat ik hier zien. De Large Hadron Collider heeft de afgelopen 10 jaar met verschillende kracht botsingen gemaakt. Wij drukken dat uit in tera-electronvolts. Dat zijn grote energieën waarmee die botsingen plaatsvinden. Met 7, 8 en 13 tera-electronvolt. En u ziet de voorspellingen die verwacht werden met het produceren van het Higgsdeeltje. En u ziet de metingen. En die komen heel aardig overeen. Dus dat is mooi. Een van de kanalen of een van de manieren om een Higgsdeeltje te vinden, want als je hem hebt gemaakt, dan valt hij ogenblikkelijk uit elkaar, is het uit elkaar vallen in twee Z-deeltjes. En die Z-deeltjes die vallen dan weer uit elkaar in muonen of elektronen. En dat zijn de deeltjes die je kunt observeren met de detector. En zo kun je terugredeneren naar de massa van het Higgsdeeltje. U ziet hier het plaatje waar wij verschrikkelijk enthousiast over waren in 2012. Dat kleine piekje daar omcirkeld, dat is het piekje wat het Higgsdeeltje
aantoont, of althans een nieuw deeltje heeft aangetoond in dat 4-muon-kanaal. Melissa liet een andere verval zien in 2 fotonen. En als ik dat vergelijk met wat we nu hebben, dan is dit het plaatje waar we nu zijn. Dit is de data die is verzameld de afgelopen 10 jaar met een veel duidelijkere Higgs-piek, zeg maar, rondom de 126, 25 giga-elektronvolt. En dat is dan de massa van het Higgs-deeltje. Toch kun je niet zeggen dat dit nou echt een Higgs-deeltje is. Er hangt geen vlaggetje aan, hey, ik ben een Higgs-deeltje. Het is wel een nieuw deeltje, maar kunnen we nou ook de eigenschappen ervan meten? Ik sla het eventjes over, gezien de tijd. En dat Higgs-deeltje valt uiteen in eigenlijk alle bekende deeltjes. En de meting van die interactiesterkte, hoe het uit elkaar valt, die kunnen we doen. Die kunnen we in veel gevallen doen. Ik heb hier 2 plaatjes. Een Higgs-deeltje wat uit elkaar valt in Z-deeltjes, hetzelfde wat ik al eerder liet zien. Of een Higgs-deeltje wat uit elkaar valt in W-deeltjes. En daar ook dat kun je observeren. En zo zijn er nog meer mogelijkheden waarin het Higgs-deeltje uit elkaar valt in lichtere deeltjes, die we kunnen detecteren met de Atlas-detector. Waarom is dat nou zo spannend om te doen? En dan ga ik toch weer even terug naar dat Higgs-mechanisme. Weet u nog dat het Higgs-mechanisme bestaat uit een Higgs-veld, waardoor de andere deeltjes massa krijgen? En in feite kunt u dat zien als een deeltje dat door dat veld heen ploegt en steeds door Higgs-deeltjes wordt een interactie mee heeft en daar dus een massa verkrijgt. Maar dat betekent, dat betekent dat als je die koppeling van een Higgs-deeltje zou kunnen meten, dat die iets te maken moet hebben met de massa van het deeltje. Dat is misschien wel de grote, ik hoop dat u dat kunt, dit zou ik leuk vinden als u dit mee kunt krijgen. Neem een Z-deeltje of een up-quark of een willekeurig deeltje van het standaardmodel wat Ivo u heeft laten zien. Elk deeltje krijgt zijn massa, is de gedachte, door die interactie met dat Higgs-veld, met andere woorden door interactie met dat Higgs-deeltje ook, met die excitaties. Dus die zware deeltjes die voelen het Higgs-deeltje sterk. Nou, het meest zware elementaire deeltje wat we kennen is het topquark. En lichtere deeltjes, ja, die voelen het Higgs-deeltje nauwelijks. Maar die kunnen we meten. En hier zijn alle deeltjes die we van Ivo hebben gezien. En uiteindelijk zijn er een aantal daarvan die we hebben kunnen, waarvan we hebben kunnen zien dat ze koppelen, dat het Higgs-deeltje daarin uit elkaar valt. Het topquark, daar rechts, het bottomquark, het tau-lepton, het muon en die C van charm, daar maak ik een klein beetje een kleine oké-tekentje van, omdat het nog niet zo'n heel heldere meting is op dit moment. Maar dit zijn de deeltjes waarvan wij hebben gezien dat ze de vervalsproducten zijn van een Higgs-deeltje. Dat is nog niet gelukt voor die anderen. Dus we zijn met het verhaal nog niet klaar. Maar het fascinerende is, en dit vind ik de mooiste plot die wij hebben gemaakt de afgelopen 10 jaar... wat we nu kunnen doen is de massa van het Higgs van een deeltje uitzetten met de interactiesterkte met het Higgs-deeltje. En die twee die moeten aan elkaar gelijk zijn, want de massa is de interactiesterkte met het Higgs-deeltje. En met andere woorden, alle deeltjes die verwacht je, die moeten op een rechte lijn liggen, op een diagonale rechte lijn. Hoe zwaarder een deeltje is, hoe groter de interactie met een Higgs-deeltje. We hebben de massa gemeten van elk deeltje op een compleet andere manier als dat we de interactiesterkte met het Higgs-deeltje hebben gemeten. En u ziet, ze liggen keurig op een diagonale lijn. Dit is het Higgs-mechanisme aan het werk. Dit is wat het Higgs-mechanisme inhoudt. Massa's
worden gegenereerd door de interactie met een Higgsdeeltje. Het Higgsdeeltje is daarmee dus echt een heel bijzonder deeltje. Want het koppelt dus aan alle andere elementaire deeltjes en daardoor krijgen ze die massa. Wij zijn op zoek naar minieme afwijkingen. Want stel je nou toch eens voor dat de natuur het heeft beschikt dat ik niet op deze diagonaal ligt. Nou, dat betekent dat we iets nieuws moeten verzinnen. Dat betekent dat we nog niet klaar zijn met onze theorie. En eigenlijk laat deze plot zien, vind ik, in een mooie analogie. Alsof wij vissen zijn. Wij leven als vissen in het water. En wij hebben ontdekt nu dat er water om ons heen is. Wij hebben eigenlijk ontdekt dat er een Higgs mee, u en ik, wij ploegen ons elke dag door het Higgsveld heen. En daardoor krijgen wij massa. Dat is het idee. En dat laat deze plot zien. En je kunt die analogie nog verder brengen. Die vissen, hoe weten ze dat ze in het water zwemmen? Door omhoog te kijken en ze hebben de rimpeling op het water gezien. De excitatie van het Higgsveld, dat is het Higgsdeeltje. Dus ik vind het een prachtige analogie. Maar ja, als dit het beeld is van de natuur, dan komen we met enorm veel nieuwe problemen te maken. Wie zet het Higgsveld aan? Waar komt het vandaan? We hebben geen idee. En ik heb nog maar een paar minuten, dus ik ga er heel snel even doorheen. Maar Martinus Veldman vertelde me al lang geleden die 246 GeV energie in het vacuüm. Dat zorgt ervoor dat de ruimte opkrult. Volgens de algemene relativiteitstheorie van Einstein. En daarmee zou het universum niet veel groter kunnen zijn dan dat van een voetbal. We hebben hier geen oplossing voor. We weten niet waarom materie- en antimateriedeeltjes toch een klein beetje anders reageren op het Higgsveld. Waar komt dat vandaan? En dan hebben we nog een enorm probleem, en daar heb ik geen tijd voor, denk ik, om dat uit te leggen, over hoe het toch kan dat de massa van het Higgsdeeltje de massa is die het is. En die massa die is eigenlijk in termen van elementaire krachten vrij licht, heel licht zelfs. Ik moet hier niet al te veel over praten, want we hebben er geen tijd voor. Maar er is in het Higgs-mechanisme een balanceeract aan de gang van je welste. En we hebben geen idee of hier niet een achterliggend mechanisme moet zijn wat zorgt dat die balanceeract van het Higgs-mechanisme kan worden opgelost en een natuurlijke verklaring kan krijgen. En die natuurlijke verklaringen die zouden kunnen zijn door nieuwe theorieën die nieuwe deeltjes postuleren. Supersymmetrie, extra dimensies, andere modellen. Die enorme balanceeract die tevoorschijn komt als je kwantummechanische beschrijving van het Higgsdeeltje zelf gaat maken, dat die worden opgelost. Het Higgsdeeltje is zo'n merkwaardig beest in het standaardmodel dat het zich zo anders gedraagt dan andere deeltjes, dat de kwantummechanische effecten waar we zoveel vertrouwen in hebben, want dat hebben we ook zo nauwkeurig kunnen nameten, als je die loslaat op het Higgsdeeltje zelf, dan kom je in de problemen. En we weten niet wat daar de oplossing voor is. Maar eigenlijk alle oplossingen waar onze theoretici mee komen aandragen, betekent, impliceert het bestaan van nieuwe deeltjes. En misschien moet ik hier mee stoppen. Dit is de krachten van het Higgsdeeltje. De krachtenwerking, het potentiaal van het Higgsdeeltje. En omdat we het Higgsdeeltje hebben ontdekt, komen nu vragen naar voren die we ons daarvoor nooit hebben kunnen afvragen, omdat we niet wisten of het Higgsmechanisme überhaupt werkt. Maar we zien het Higgsmechanisme aan het werk, maar we begrijpen er niks van. Is het universum, waarom is dat niet opgekruld? Grote kwantumeffecten, zijn daardoor nieuwe deeltjes? De Higgs-zelfkoppeling heb ik niet over gehad, maar je kunt zelfs postuleren dat met dit model het universum niet stabiel kan zijn al bijna 14 miljard jaar.
verschillen in materie, antimaterie. Hele nieuwe vragen die eigenlijk alleen maar zijn ontstaan door deze ontdekking van het Higgsdeeltje, waar we in een heel groot aantal gevallen helaas geen oplossing voor hebben. Maar het maakt het verhaal wel enorm spannend. En we moeten gewoon maar doormeten. En ik ben een experimentator. En straks hoop ik dat mijn opvolger wat gaat vertellen over de kansen die het ook biedt om te begrijpen hoe het universum als geheel uit elkaar in elkaar zit. En dan gaan we het hebben over donkere materie en donkere energie. Dit was mijn verhaal. Dankjewel Stan voor je verhaal. Er is veel gebeurd in de afgelopen 10 jaar. Dat is eigenlijk in één zin wat je vertelt. En wat er in ieder geval ook gebeurt is dat er veel vragen zijn ontstaan die misschien daarvoor niet eens hardop gesteld konden worden. Wat we tot nog toe zagen waren eigenlijk mensen die zich op een of andere manier met de Higgsjacht of het verkennen van de Higgs hebben bezig gehouden. Patrick Tarkovsky is een onderzoeker van NICEF en van de UvA trouwens, die op een heel andere manier naar elementaire deeltjes kijkt. Hij jaagt wel, maar op iets anders dan Higgsdeeltjes. Patrick, ik geef je graag het woord. Bedankt Martijn. Ik ga het dus hebben over andere deeltjes, over de vraag of het Higgsdeeltje ook echt alle massa van alle deeltjes verklaart. En dit is al een paar keer genoemd. We weten natuurlijk al heel veel over de natuur van de kleine deeltjes. De deeltjes die binnen een atoomkern zitten, binnen een proton zitten en die beschreven worden door al deze elementaire deeltjes. De materiedeeltjes aan de rechterkant en de krachtdragers en het Higgs aan de linkerkant. En je kunt je afvragen, geldt het Higgs boson dat het verklaart de massa voor al deze deeltjes? Nou, voor een groot gedeelte hebben we dat natuurlijk al gezien dat zo is. Maar er is een klasse deeltjes die ik verder even met u wil bespreken. Namelijk de neutrino's. Wat ik hier heb gedaan is op de as de massa weergeven voor alle deeltjes die we kennen. Die massa die wordt door natuurkundigen gemeten in elektronvolt. Dat is een eenheid voor energie. Maar zoals Ivo al heeft laten zien, we hebben de vergelijking E is mc kwadraat. Dus energie en massa is eigenlijk hetzelfde. Op deze as is 1 GeV, dat is de massa van een proton. Een gouddeeltje is ongeveer 200 keer zo zwaar, dat zou ongeveer hier zijn. En hierboven ziet u de quarks en de elektronen, muonen en taus. En die clusteren als het ware allemaal aan deze kant van de as. Aan de rechterkant zijn er ook 3 deeltjes, dat zijn neutrino's. En u ziet dat die neutrino's veel lichter zijn dan proton. Ongeveer 1000 miljard keer lichter dan een proton. En de vraag is, waarom is dat zo? Waarom is er zo'n groot verschil tussen de deeltjes hier en de deeltjes daar? Sterker nog, in het standaardmodel zelf, strikt genomen, hebben de neutrino's geen massa. We weten pas sinds ongeveer 20 jaar dat neutrino's niet massaloos zijn, dus wel degelijk massa hebben, maar dat die massa heel erg klein moet zijn. En de vraag rijst dan, is er iets speciaals aan de hand met die neutrino's? Speelt het Higgsdeeltje überhaupt een rol in deze, deeltjes? En waarom is die zo klein? De zwakke wisselwerking is al een keer langsgekomen. Dat is 1 van de 2 krachten die binnen een atoomkern spelen. En dit is een kracht die verantwoordelijk is voor een radioactief verval, wat we beta-verval noemen. Een voorbeeld is hier weergegeven. Een neutron vervalt naar een proton onder de uitzending van een elektron en een neutrino. Dit vervalsproces
vrije neutronen die hier rond vliegen. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat zo'n neutron vervalt naar een proton, elektron en een neutrino. Dit zijn geladen deeltjes. Het proton heeft lading plus 1, min 1 en het neutrino heeft geen lading. Het is ladingsloos. De zwakke wisselwerking vertelt ons nog iets anders. Namelijk, we kunnen kijken hoe zo'n deeltje om zijn as draait. Elk van de fundamentele deeltjes die we kennen, die hebben een kleine, wat wij spin noemen. Die draaien, die tollen als het ware rond. En als ze bewegen, dan kan die tolbeweging bijvoorbeeld in de bewegingsrichting zijn, als ze snel genoeg gaan. Of juist niet in die bewegingsrichting, dus antiparallel zijn. Het blijkt voor neutrino's vanwege de zwakke wisselwerking dat neutrino's altijd op dezelfde manier tollen. En ze tollen op een manier waar als neutrino in deze richting is, waar mijn duim gaat, dan is het alsof ze een linkshandige, met je linkerhand waar je handen rondgaan. In die richting tollen ze. We noemen ze ook linkshandig neutrino's. En dit is echt een eigenschap van de zwakke wisselwerking. Zo blijkt het in de natuur te zijn. We kunnen dit koppelen aan materie en antimaterie. Voor geladen deeltjes is het natuurlijk heel makkelijk. Wat is antimaterie? Nou, dat is het deeltje wat de tegenovergestelde lading heeft van een normaal deeltje. Dat is een manier om antimaterie te herkennen. Terwijl al het andere hetzelfde blijft. Bij een elektron en een positron, het positief geladen elektron, het anti-elektron, herkennen we dat gelijk. Eén is negatief geladen, ander is positief geladen. Maar ik heb al verteld dat neutrino een ongeladen deeltje is. En zou het ook zo kunnen zijn dat een neutrino, kunnen we dat ook onderscheiden voor neutrino en antineutrino? Nou, daarvoor kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van het feit dat neutrino's linkshandig blijken te zijn. En antineutrino's in diezelfde zwakke wisselwerking blijken juist rechtshandig te zijn. Er is een verschil tussen neutrino's en antineutrino's in die spinrichting. Dan kunnen we een tabelletje maken om te kijken wat er misschien met die neutrinomassa aan de hand is. Het probleem was dat die neutrino's allemaal zo licht zijn. Hier is die tabel. Ik heb hier deeltje, antideeltje in de rijen. En de kolommen zijn linkshandig en rechtshandig. Ik laat zien de twee deeltjes die we kennen. Linkshandige neutrino's en rechtshandige antineutrino's. En dit noemen we ook wel een neutrino niet hetzelfde is als een antideeltje, een antineutrino, dan zoals het voor alle elementaire deeltjes, de materiedeeltjes in het standaardmodel is, dan zou dit aanleiding geven voor een massaterm die door de Higgs wordt bepaald, door het Higgs-mechanisme. Maar daarvoor heb je wel rechtshandige neutrino's nodig en linkshandige antineutrino's. En dat is juist hetgene wat wij niet in de natuur zien. Via de zwakke wisselwerking hebben we nog nooit een rechtshandig neutrino gezien. Dus het kan zijn dat die deeltjes wel degelijk bestaan, maar wij geen manier hebben om die deeltjes te zien op een heel fundamenteel niveau, moet u zich dat voorstellen. Of misschien geldt het helemaal niet voor neutrino's. Misschien bestaan die deeltjes echt helemaal niet. De aanleiding dat deze deeltjes nog niet gezien zijn, nog nooit gezien zijn, was ook de aanleiding dat men in het standaardmodel altijd aangenomen heeft dat neutrino's geen massa hebben.
Want daar heb je heel fundamenteel dit nodig. Maar dat is afwezig. Maar misschien is er een ander soort mechanisme wat wel massa kan verklaren. En daarvoor heb je iets wat Majorana-neutrino's genoemd wordt. Waarin geponeerd wordt dat het neutrino zijn eigen antideeltje is. Dit is door Ettore Majorana in 1937 bedacht. Jan van den Berg heeft er een hele theatervoorstelling over hoe dit gedaan is. Het interessante is dat dit model, of een bepaalde versie van dit model, zware nieuwe neutrino's poneert. Die ik hier, rechtshandige neutrino's, die zeer zwaar zijn, die daar ook niet zichtbaar zijn op dit moment, of misschien al vervallen zijn. En door een mechanisme wat een soort van te maken heeft met bijna een soms een kinderwip, zou het kunnen zijn dat er de neutrino's die we zien, ongeveer eigenlijk de pure neutrino's, die hebben ongeveer de massa's van de quarks die we kennen. Maar doordat er een heel zwaar ander neutrino bestaat, wat invloed heeft op die neutrino's, worden die massa's naar beneden gebracht met een hele simpele formule. En daardoor, wat wij dan zien, is alleen maar een licht neutrino. Dus het is een verklaring zonder het Higgs-mechanisme waarvoor je dan die lichte neutrino's zou kunnen hebben. Die Majorana-neutrino's die vertellen ons dus iets over lichte neutrino's. Maar daarnaast hebben ze dus die zware, hele zware broertjes. En je kunt je afvragen waar die zijn. Ik heb al gezegd, van mogelijk bestaan ze, maar we kunnen ze gewoon niet maken. Hebben ze nog niet kunnen maken. Of misschien bestonden ze heel even kort na de oerknal, maar zijn ze allemaal vervangen, vervallen naar andere deeltjes. Verklaart dus misschien die lichte neutrino's, maar daarnaast, als er iets bij die zware neutrino's, die wat we CP-schending, dat is een symmetrie die mogelijk geschonden wordt, ook aanwezig zou zijn, dan zou het ons bijvoorbeeld ook iets kunnen vertellen over het feit dat er meer materie is dan antimaterie, terwijl ze wel in bijna gelijke hoeveelheden vlak na de oerknal bestonden. Hoe zou je dit soort Majorana-neutrino's kunnen ontdekken? Nou, dit is dus experimenteel hoe je dat zou kunnen doen. Door naar een isotoop te kijken zoals bijvoorbeeld xenon 136. Dat is een atoomkern die energetisch niet naar iets anders makkelijk kan vervallen via één enkel beta-verval. Naar cesium 136, dat is energetisch niet mogelijk. Maar als er twee neutronen tegelijkertijd zouden vervallen, of dubbel beta-verval zoals we dat noemen, zouden van xenon 136 naar barium 136 gaan. En je kunt dit soort processen gaan bekijken. Nou, dat is hoe het eruit zou zien. Het neutron vervalt naar een proton, zendt een elektron uit en een neutrino. En dat gebeurt nu twee keer. Je krijgt dus twee elektronen eruit en twee neutrino's. Dit proces hebben we waargenomen, dit is bekend. Vervalstijden van 10 tot de 21 jaar, dus 100 miljard keer langzamer dan de leeftijd van het heelal. Extreem langzaam proces, maar dat hebben we gezien. Behoort tot het standaardmodel. Veel interessanter is het als een neutrino zijn eigen antideeltje is. Dan zou het kunnen dat er zo nu en dan die neutrino's nooit uit die atoomkern vandaan komen. En dan heb je alleen maar twee elektronen die eruit komen. En dat soort vervallen kun je naar gaan zoeken. Hier is een grafiekje. Dit is de som van de energie van de elektronen die daar vrijkomen. Bij elkaar opgeteld.
In blauw is dat 2 neutrino dubbelbaatvals proces wat we al gezien hebben. Maar rood, helemaal aan het einde, is wat er zou gebeuren als een neutrino-loos dubbelbaatverval. En daar zijn we naar op zoek, met bijvoorbeeld zo'n detector. Ik wil het heel even of een ander soort deeltje ook hebben over donkere materie. We hebben heel veel aanwijzing voor donkere materie van astronomische lichamen. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van het Andromeda-sterrenstelsel. En wat je kunt doen is kijken naar de draaisnelheid van de sterren in het sterrenstelsel als functie van de afstand tot het centrum. En het blijkt dat zo'n sterrenstelsel veel sneller ronddraait dan mogelijk zou moeten zijn als je puur kijkt naar de zichtbare materie. Er is meer materie aanwezig. En de vraag is, ja, wat is die materie? Die extra materie noemen we donkere materie. En hoe zou je dat kunnen ontdekken? We weten door dit soort waarnemingen dat van alle massa, van alle materie in het heelal, maar 15% de massa is die door het standaardmodel wordt beschreven. 85% is nog onbekend. En ja, je zou kunnen afvragen, waar wordt het dus door opgebouwd? Dat zijn dus niet de deeltjes van het standaardmodel. Dat moeten nieuwe deeltjes zijn. En die nieuwe deeltjes kun je afvragen of die ook door het Higgs-mechanisme hun massa krijgen. Misschien is het een heel nieuwe soort theorie. Nou, ik vind zelf dit een van de leukste dingen in dit soort onderzoek. Dat we, zoals Stan ook al aangaf, op subatomaire schaal hebben we nieuwe theorieën nodig als uitbreiding van het standaardmodel. Op astronomische schaal hebben we een donkere materiedeeltje nodig. Dus dan is de vraag, ja, zijn die nieuwe deeltjes mogelijk zo'n donkere materiedeeltje? Daar zijn we naar op zoek. Een van de zoektochten hoe we dat doen is door te kijken naar de donkere materie die om ons heen is. Het Melkwegstelsel heeft ook donkere materie. Ongeveer 85% van de massa van het Melkwegstelsel moet dat zijn. Wij zweven, het zichtbare deel van het Melkwegstelsel zweeft als het ware door een wolk van donkere materie heen. En zo nu en dan, hè, die zon die gaat met 220 km per seconde door die wolk heen, ploegt door die wolk heen. En je zou je kunnen voorstellen om een heel gevoelig experiment te maken, wat mogelijk zo'n aankomend donkere materiedeeltje tegen iets in het laboratorium aan laat knallen. En dat je dan kijkt, wat is de weerkaatsing, de terugslag van die knal. Dat zijn hele gevoelige experimenten die je moet bouwen. Wij denken dat er heel veel deeltjes de hele tijd door ons heen gaan. Dus dan hopen we dat we zo nu en dan een van die deeltjes tegen iets aan kan knallen wat zichtbaar gemaakt kan worden. Nou, hier is een voorbeeld van een experiment waar ik en mijn groep aan werkt. Het Zenon-Antonen-experiment in het Gran Sasso, ondergrondse Gran Sasso laboratorium in Italië. Dit is een grote watertank die onder de grond is opgesteld. Dus ongeveer 10 meter hoog. En daarbinnen hebben we een hele gevoelige detector gebouwd. Die detector die is opgebouwd. Die heeft eigenlijk het hart van de detector is hier. Dat is ongeveer 6 ton aan vloeibaar xenon. Het edelgas xenon wat we vloeibaar gemaakt hebben. En wat wij hopen te zien is dat zo nu en dan een donkere materiedeeltje tegen zo'n xenon atoomkern aanbotst. Een klein lichtflitsje achterlaat dat we dan zichtbaar kunnen maken. En ik...
stop hier met nog een paar foto's van het laboratorium en van het experiment zelf. We zijn op dit moment die metingen aan het doen. Maar ja, zoals u ziet, we doen dit soort metingen dus niet op CERN, maar op andere locaties. En daarmee dank u. Oké, dankjewel Patrick. Toch even één onwillekeurige gedachte aan mijn kant. Je hebt dat donkere materie-experiment onder de berg in Italië. Je had het daarvoor dus over neutrino's en dubbel beta-verval, ook over xenon. Je doet dat, neem ik aan, ook daar, dat soort onderzoek. Ja, dit soort onderzoeken worden allemaal onder de grond gedaan, omdat je je moet affilteren van alle andere achtergronden. Ja. Dat het xenon 136, wat ik heb laten zien, voor de neutrino's dubbel beta-verval, is wel een beetje toeval dat dat ook is hetzelfde xenon als in het andere experiment. Maar er zit ook een mogelijkheid om dus naar neutrino's dubbel beta-verval te zoeken in het donkere materie-experiment. En dat is een van de aardige dingen. Juist. Dankjewel, Patrick Tikhovsky. Goed, dames en heren, het is 5:00. We hebben afgesproken dat dit van 3 tot 5 het programma zou zijn. Ik ben blij dat u met zoveel mensen bent gekomen om toch een klein verjaardagsfeestje te vieren. Onder fysici is dit echt wel een heugelijk moment. Toch 10 jaar geleden werd er iets geweldigs ontdekt en iets belangrijks. En het heeft 10 jaar enorm veel werk opgeleverd. Dat niet alleen voor de natuurkundigen natuurlijk van belang is, maar ook voor wat wij als mensen met elkaar snappen van ons universum. En er is nog heel veel te doen. Dat hebben we ook gehoord vandaag. Nikkev heeft zijn hoofdkwartier op het Science Park in Amsterdam, in Oost. U bent van harte welkom om, te kijken hoe dat gaat, deeltjesonderzoek. Bedankt voor nu. Tot ziens. APPLAUS